Hey, hallo, goed dat je er bent. Welkom bij Omroep Brabant. Ja, als presentator krijg ik vaak de vraag, hoe werken jullie nou eigenlijk? Nou, omdat we 40 jaar bestaan en ons jubileum vieren, geef ik jou een exclusieve rondleiding achter de schermen. Bovendien hebben we ook nog een site. Er staat heel veel op, informatie, filmpjes en 360 graden foto's. Dit is onze radiostudio. Misschien wel het mooiste medium, zeg ik, als oud-radiomaker, want daar ben ik ook ooit begonnen. Een studio die er heel anders uitziet dan in 1976, toen we begonnen. Toen zaten we in een oude kerk, ergens in de kelder van de oude kerk. En dit is inmiddels de tweede verdieping hier, in het zon in de studio. Ja, en hier maken we het nu, de radio-uitzendingen. Dit is bijvoorbeeld Niek, onze producer. Die weet precies waar al deze schermen voor dienen. En ook als je belt voor een spelletje, dan krijg je Niek aan de telefoon. Daar is Hilde, dat is de bulletinlezer van vandaag. Want we blijven natuurlijk een nieuwszender, dus we vertellen precies wat er gebeurt in Brabant. En dit is de uitzending van Eefke tussen 10 en 1. Elke dag zit Eefke er. En Eefke die doet alles zelf. Vroeger hadden we, zeg ik dan, daar een radiotechnicus voor. Inmiddels weet Eefke helemaal hoe het werkt. Het is een beetje als besturen van een auto, hè? Ja, precies. Ik kan hem gewoon helemaal rijden. Maar mocht hij echt vastlopen, dan heb ik die technicus weer nodig. Maar in principe is dit voor mij, kan het met mijn ogen dicht. Ja, en dat doet ze al heel wat jaartjes bij Omroep Brabant Radio. Een vertrouwde stem dus. Ja, en als wij rondleidingen geven, Eefke, dan krijgen we altijd één hele belangrijke vraag. En dat is, zoek je de muziek? Ik zelf uit. Kon hem al invullen en het antwoord is nee, Cindy. Nee, we hebben een muziekredactie, die kijken daarna. Wat zijn de hits? Wat wisselen we af met gezongen door een vrouw, door een man, oud, jong, Nederlandstalig, Brabants, ja. Engels, Frans, zo je wilt, kan alle kanten uit. En dan nog afhankelijk van wat er nog die dag in het nieuws is. Ik kan dingen aandragen, maar is gewoon ook weer een vak apart. Nou, die vraag is bij deze beantwoord. Dankjewel, Eefke. Ja. Ik ga lekker door met je uitzending. Ja, Omroep Brabant Radio is niet alleen heel belangrijk om gewoon het nieuws te vertellen, maar we zijn ook rampenzender. Dus als er iets gebeurt in de provincie, dan kunnen we fungeren als rampenzender. In 2014 was dat nog het geval bij Shell Moerdijk. En zo zie je maar dat radio altijd ook de basis zal blijven, ook voor het nieuws in Brabant. 1 september 1976, toen begon Omroep Brabant met de allereerste radio-uitzending. Toen bestonden we. Dat was één radio-uitzending vanuit een oude kerk in Eindhoven. Met een redactie van 20 mensen maakten we dat. En inmiddels zijn we natuurlijk veel verder. Doen we radio, televisie, internet, Facebook, Instagram. Je kan het zo gek niet bedenken. Daar waar het nieuws is, daar brengen we het. Hoe we het kunnen brengen, als we het nieuws maar brengen. Nou, onze redactie inmiddels is veel groter geworden. Het is nog maar een fractie van de mensen die we hebben. En je hoort al, er wordt hier gewerkt, er wordt hier nieuws nagejaagd. Wat er in Brabant gebeurt, willen wij brengen. En dat doen we dus via die verschillende kanalen. Nou, hier is de productieafdeling, daar wordt van alles geregeld. Hier hebben we onze televisieafdeling. De presentator zit daar de teksten te schrijven, er wordt nog volop gemonteerd. En hier wordt bepaald, dit is het centrale blok, televisie, radio, internet. Onze dagchef, die houdt alles in de gaten. Wat moet op welk medium verteld worden? Want op Facebook doe je iets anders dan dat je op televisie doet. Op radio weer wat anders dan op Snapchat, et cetera, et cetera. Nou, internet is heel belangrijk. Alles wat wij doen, publiceren we zo snel mogelijk op internet. Want we zijn een nieuwszender en nieuws gebeurt nu. Dus dat wordt hier allemaal gedaan. Als we filmpjes hebben, worden die bij de berichten gehangen. Want dat is het mooie van ons. Wij kunnen alles en we laten alles zien. En we begonnen klein. Inmiddels zijn we hartstikke groot geworden. En dat willen we graag nog even blijven. Zodat we iedereen het nieuws kunnen brengen. Daar waar het is. 24 uur per dag. Ja, nieuws komt natuurlijk niet alleen van de redactie. Nee, nieuws komt uit de provincie. Dus daar zijn onze verslaggevers dan ook. Voor radio, voor internet, bijvoorbeeld via een livestream op Facebook. Of voor televisie. En dan heb je een cameraman en een verslaggever nodig. Of een verslaggever en een cameraman in één. Dat noemen we een cameo'er. Maar als het echt belangrijk is of we willen echt ergens live in de uitzending zijn, dan sturen we onze satellietwagen. Nou, tada! Dit is hem. Onze satellietwagen. Dat is de schotel. En die zorgt ervoor dat dan het beeld en alles live in de uitzending te zien is. En in die wagen, daar zit onze verslaggever. Noël is dat vandaag. Die brengt het nieuws, want hier gebeurt het. Dit is Luiksgestel. Hier was hagelschade. En nu is er de eerste schooldag en dat is een verhaal. Hey Noël. En Niels. Want Niels, dat is de man die ervoor zorgt dat alles qua verbindingen allemaal goed komt. Wat ben je aan het doen? Ik zie een testbeeld, maar je bent al klaar? Ja, of? We zijn hem uit aan het monteren voor het livegesprek zo meteen. Want jij gaat dadelijk live in de uitzending je verhaal vertellen. Ja, zeker. Met Tessel. En dan ga ik vertellen hoe de eerste schooldag hier in Luiksgestel was. En dat is heel bijzonder, want het is weer de eerste schooldag na de hagelstorm. De school is weer gemaakt. Ja, de school is weer heel. En dat gaan we zo zien. En dat is dus live zometeen in de uitzending.
hectisch. Het was schrikken. En Noël is nu dus live bezig met zijn gesprek met Tessel, de presentatrice die in de studio staat. En van tevoren heeft hij alles al wel doorgenomen met juf Marielle, want de kinderen zijn ook hartstikke braaf, zijn hartstikke stil. Ze hebben ze allemaal een beetje geoefend. En Noël hoort alles via een oortje, anders kan hij natuurlijk Tessel in de studio niet verstaan. Nou, hier zijn ze klaar. Dit wordt allemaal opgeruimd. Niels gaat de boel een beetje inklappen. En dan gaan zij door naar een volgende locatie. Ook de schotel die wordt natuurlijk even ingeklapt, anders kan je niet rijden. En op de redactie gaan ze ondertussen nu een artikel schrijven over dit onderwerp. En dan komt dit filmpje ook bij te hangen. Zodat mensen die de uitzending gemist hebben, toch het nieuws kunnen volgen. 24 uur per dag. Televisie maken kost tijd, want niet alleen moeten verslaggevers op pad gestuurd worden, die komen natuurlijk ook terug met het materiaal, moeten dat monteren. Want 1 minuut televisie is wel 1 uur montage. Nou, als dat allemaal gedaan is en de teksten zijn gecheckt en iedereen weet waar die aan toe is, dan gaan we de uitzending in. En dat gebeurt vanuit hier, de regie. Hier zijn ze nu bezig met een uitzending. Zeg maar de keuken van onze televisieuitzendingen. Nou, dan hebben we hier de chef-kok, dat is de regisseur. En die zorgt ervoor dat iedereen wordt aangestuurd. En hij bedient ook alle knoppen zelf. Hij heeft daar verder geen assistent voor. Dit is degene die de autocue draait, zoals wij dat noemen. Dat is de tekst van de presentator. Dat kun je ook zien daar. Wat de presentator dan meeleest. En zij moet het ook zorgen dat dat op tempo gebeurt hoe de presentator het verhaal wil vertellen. Nou, dan hebben we ook nog een audiotechnicus. Die zit hier. Die zorgt ervoor dat het geluid allemaal goed te horen is. En dan hebben we nog iemand die heel inhoudelijk over de uitzending gaat. En dat is hier Amber, dat is de samensteller van de uitzending. Die heeft ook gezorgd dat de verslaggevers op pad zijn gestuurd. En dat het hele verhaal dus klopt, want het is wel nieuws wat we maken. En dan de presentator, die staat in de studio het verhaal te vertellen. Ja, wat ik nou ga doen is echt verboden in televisieland. Ik ga tijdens de uitzending ga ik naar binnen. Maar speciaal voor deze rondleiding mag het voor 1 keertje. Nou, Tessel is bezig met de uitzending. En je ziet dat het een hele dikke deur is, geluidsdicht. Dit is de studio. Het is ook heel koud hier, want er staat heel veel apparatuur. Maar dan zijn de zusjes, konden ze worden. Kijk, Tessel heeft nou een reportage aangekondigd. Hey Tessel. Hi. En dit is de studio. Veel kleiner, zeggen veel mensen altijd, toch? Dat krijgen we altijd te horen dan dat ze denken op televisie. En je staat dan dus hier. En dit is ook wel leuk om te zien. Televisie is natuurlijk techniek. Nou, van achter is het een beetje een rommeltje met heel veel techniek. Normaal zien mensen dit ook niet. Dat zien mensen normaal niet, inderdaad. Nou, Tessel staat op hakken en ik niet. Dus deze tafel, die is heel leuk. Die kunnen wij een beetje op hoogte stellen. Ik zal weer op jouw hoogte zitten, Tessel. Dit is de studio dus. En de studio televisie heeft heel veel camera's nodig. Nou, we hebben hier maar liefst 4 camera's. En er staan geen cameramensen achter. Want dit zijn robotcamera's. Kijk, die kunnen op afstand bediend worden, zodat ze daarmee Tessel goed in beeld kunnen brengen. Soms wat dichterbij, dat noemen we een close, soms wat verder weg, dat noemen we een wide. En televisie heeft ook heel veel licht nodig. Hieronder heb je wat licht voor het onderlicht, zodat Tessel er heel mooi uitziet. Maar ook vooral boven hebben we heel veel licht nodig, want anders zie je er als presentator uit. Ja, niet zo heel gezond, laten we het zo zeggen. En we willen er graag stralend uitzien. Nou, verder zit er ook hier heel veel licht achter het decor. En dit zijn onze televisieschermen. Hier kunnen wij het verhaal mee vertellen. Het verhaal vertellen wat er gebeurt. Nou, in dit geval is het Brabant Nieuws van maandag 5 september. En als het ergens anders over gaat, laten we dat op de schermpjes achter ons zien. Nou, ondertussen is de reportage afgelopen en moet Tessel weer gauw door met haar uitzending. Want dit was Brabant Nieuws van deze middag.